Ik weet niet hoe jij meegezongen hebt. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Ben je klaar voor zijn komst? Kijk je er al naar uit om de Heer Jezus te ontmoeten? Is hij ook jouw verlosser? Schuil jij ook achter het bloed? Ben je een wakende dienstknecht of ben je een wakende dienstmaagd? Zijn je zonden al vergeven? Ben je bekeerd? Of heb je je al bekeerd? Heb jij het geloof ontvangen? Allemaal van die vragen die we je bij jij daar zomaar eens kunnen stellen. Omdat we niet willen dat je maar zo gewoon doorleeft. Daarom doen we dat niet. En bij jij daar loop je dus het risico dat als je denkt van ik ga lekker rustig achter in de zaal zitten, dat je maar zo eens zo'n vraag kunt krijgen. Puur om je wakker en attent te houden. Super dat jullie er weer zijn. We hebben het ontzettend getroffen. Dat denk ik echt elke keer, dat denk ik dat. Zit die snottenbel nou zo hier te rammelen? Maar elke keer dan ben ik aan het voorbereiden en denk ik van, jongen, we mogen alweer weer een avond zijn. Weer een mooie spreker uitgenodigd die zich verdiept heeft in een of ander onderwerp. En goed, als je dan kijkt op het nieuws en in de... Moet ik die ander pakken? Als je dan kijkt in de nieuwsberichten, dan hebben we het inderdaad wel getroffen. Want er is ellende zat in de wereld. En als je een beetje kijkt, zeg maar, hoe God de aarde gemaakt heeft. Daar gaan we vanavond ook wat dingen over lezen. Hij heeft de mens gemaakt. En een man en een vrouw. En dan zegt hij, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aandangen. En die zullen tot één vlees zijn. Dan denk je, als je ziet hoe mooi God die hele schepping gemaakt heeft. En hoe het misschien langzaam een beetje aan het uitputten is. En hoe we ermee bezig zijn. En hoe God dingen bedoeld heeft, nou dan denk ik van, we hebben het hier best wel heel erg getroffen. We mogen met elkaar een mooie avond hebben. Nou, we hopen ook zo dat jij vanavond hier een mooie avond hebt. Mooi dat je ook de tijd genomen hebt, want eigenlijk altijd als ik mensen spreek, die zijn altijd druk. Iedereen is druk. Het gaat me steeds meer opvallen hoe verder dat we in de tijd komen. Hoe verder dat we in de 2018 raken, laat ik maar zeggen. Want soms gaat het heel erg hard. Iedereen is verschrikkelijk druk. En eigenlijk hebben we juist van die drukke mensen ook nodig die ons dan even komen assisteren zo af en toe op een donderdagavond. Want we komen eigenlijk echt wel een paar mensen tekort. Dan denk je van, ja, weet je, ik heb er helemaal geen tijd voor. Nee, ik ben zo druk. Heb je nou ook geen tijd om 10 avonden in het jaar misschien ons te helpen? Het zijn maar 10 avonden, toch? En volgens mij hebben heel veel jongeren ook best wel de tijd om eens een keer een avondje even met vrienden ergens te gaan zitten. Wat is nou, ik denk, had ik het vanavond nog even over. Wat is nou belangrijker? Dat je wil leren. Ik ga vanavond nog een stukje lezen uit Spreuken. De Spreuken van Salomo. Dan zegt hij van, we mogen van God leren. Dat is wijsheid. En een dwaas, die schuift al die dwaasheid van zich af. Ik denk, wat is nou mooier om met elkaar je te verdiepen in een bepaald thema rondom de Bijbel. En dan met elkaar van God te leren. Ik ga gewoon eens even de zaal in. Hou je vast. En gewoon eens even vragen aan iemand of die tijd over heeft. Ja, jij zit hier aan de kant. Nu ben ik heel blij dat ik aan de kant zit inderdaad. Heb jij nog wel eens tijd over of ben jij ook altijd heel druk? Ik maak tijd. Prioriteit. Waarom zou jij ons niet kunnen helpen af en toe op een donderdagavond? Dat heb ik niet gezegd. Je hebt je nog niet aangemeld. Dat is waar. En hier zit er nog een aan de kant. Ik ben hier voor de eerste keer, dus ik kijk het eerst even aan. Oh, welkom. Valt echt lekker met je neus in de boter. Hartstikke mooi. Ben jij ook druk? Ja, altijd. Altijd druk. Maar wel mooi dat je er bent. Nee, zo hebben we dus heel veel drukke mensen, maar ook gelukkig een paar die nog wel een gaatje over hebben. Nou, ik hoor het vanavond echt graag, want zonder gekheid, ik ben echt een beetje aan het bedelen, maar we komen echt in elke discipline echt grondig mensen tekort. Dus voel je echt geroepen, dan hoor ik het graag, of Lisbeth natuurlijk. Dominee, hartstikke fijn dat u er bent. Hij woont eigenlijk hartstikke dichtbij. Hij woont in Ermelo, dus hij is op de fiets. En
Hij woont daar volgens mij ook al... Oh nee, hij is 10 jaar geleden was u predikant. Heb ik een beetje gelezen op uw website. En u heeft een bediening en dat heet de Goed Nieuwsbediening. Nou, en hij heeft een heel mooi boekje geschreven. Jullie kunnen vanavond ook daar even langslopen. Dat boekje heet dus Exclusieve Liefde. Nou, vandaar dus ook het thema. Want deze dominee die weet er van alles, weet er echt alles van. Het gaat vanavond niet echt over de liefde. Het zal ook zeker aan bod komen, maar dat is niet, denk ik, de kern van de avond. Het gaat vanavond meer over liefde tussen man en vrouw, jong en meisje, als dat het gaat over de liefde van God naar zondaren. Dat komt elke avond natuurlijk wel naar voren en dat zal er vanavond ook genoemd worden. Maar het is wel de exclusieve liefde tussen een man en een vrouw. Echt wel een lastig thema, vond ik hoor. Ik heb erg moeten zoeken naar mooie bijbelteksten die er nou echt heel erg bij zouden passen. Kijk, dingen over God en over Gods liefde, die kun je heel makkelijk vinden. Maar ja, van man en een vrouw, dat is misschien ook wel hetgene waarom dat ook dit thema misschien wel wat onduidelijk is. Maar dominee heeft zich er erg in verdiept en die zal daar vast antwoorden gaan geven op vragen die je bijvoorbeeld wel kunt hebben. Van, ja, wat zegt de Bijbel nu over seks voor het huwelijk? Of wanneer ben je nu eigenlijk getrouwd? Ben je al getrouwd als je voor de eerste keer seks hebt? Of pas echt als je met elkaar dat huwelijksverbond gesloten hebt? Wat doet seks als je met verschillende partners seks hebt? Wat doet dat met je? En wat is het nu eigenlijk? Is het alleen voor de voortplanting ingesteld of is het ook om van te genieten? Ja, en wat nu, hè? Als je al misschien al wel een heel verleden achter je hebt en je zit daar echt mee. En denkt van, zou God mij dat eigenlijk wel vergeven kunnen? Nou, ook die vragen zullen vanavond behandeld worden. En wat is nou echt de liefde en hoe heeft God het bedoeld? Nou, het is best een heel belangrijk thema, ook vooral voor jongeren zoals jullie. Fijn dat jullie echt allemaal lekker jong zijn nog. En ik wil een stukje met jullie lezen uit Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee en heel de aarde. Over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus niet genderneutraal of zo, dat heeft alles met zondeval te maken. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dan sla ik even een stukje over, ga ik naar hoofdstuk 2, vers 18. En ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Want daar staat ook in dat stuk ervoor, Adam die had al een tijdje rondgelopen over de aarde. En al die dieren waren naar Adam toegekomen en die kon ze dan een naam geven. Kijk, God zegt ook van je moet ook heersen over de dieren die over de aarde kruipen. En Adam had al die dieren een naam gegeven. Hij zag dus dat elk dier een mannetje en een vrouwtje had. Maar voor hem was er geen hulp tegenover, staat er dan. En dan gaat God Eva maken. Als een hulp tegenover. Uit een rib, jullie kennen dat verhaal. Adam in slaap, God haalt een rib weg. En dan een vrouw. Nou, kun je je voorstellen wat Adam dan dacht? Wow, een vrouw. En dan voor de jongens, ze was helemaal naakt. Echt. Daarom zal een vader zijn moeder, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. Nou, dan ga ik hem een beetje verdiepen. Dan zeg ik over dat hechten. Dat wordt in de Bijbel wordt dat heel vaak gebruikt. Paulus en Jezus gebruiken het. Dat slaat elke keer op het huwelijksverbond. Dus eigenlijk in de Genesis wordt al gesproken over een huwelijksverbond. En dat één zijn, dat betekent niet direct dat ze seks hebben, maar dat ze één team zijn. En dat met één doel, dat ze samen één doel hebben. Nou, we gaan samen 2 liefdesliederen zingen. En dat gaan we allebei gaan we ze in de kanon zingen. Eentje niet. Want? Ik kan niet in kanon. Is dat zo? Heb ik dat gewoon echt mis? Ja. Oké, welke kan niet in kanon? Volgens mij doen wij dat thuis altijd wel in kanon.
Maar goed, zingen gewoon de jongens tegen de meiden. Ik heb het idee dat de meiden in de meerderheid zijn. Dus dat betekent dat de jongens gewoon even iets steviger moeten zingen. Ja, bij de eerste hebben we drie groepen. Bij de eerste hebben ze drie groepen. Ja, bij de eerste hebben we drie groepen. Ze weten helemaal niet wat we gaan zingen. We gaan namelijk zingen, Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. En het tweede lied is, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Ja, het is een beetje moeilijk om deze samen in drie groepen te verdelen. Dus je zingt maar mooi mee met welke je mee wil zingen. Echt. We willen eerst een zegen vragen over deze avond. Trouwe God, ik hoop dat we het allemaal mogen zeggen. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanavond mogen zijn. Dat we vanavond van u mogen leren, dat we onderwijs van u mogen krijgen. Dat we mogen weten wat uw wil is, wat uw doel is. Met ons mensen, met het huwelijk zoals u die hebt ingesteld, maar ook met seksualiteit en hoe we daarmee om moeten gaan. En hoe we in liefde met elkaar kunnen leven. Heren, we kunnen er misschien heel veel vragen bij hebben. We kunnen misschien ook al wel het idee hebben dat we precies weten hoe u wil dat we leven. Heren, maar we bidden ook of we vanavond vervuld mogen worden door uw Heilige Geest.
Heer, want we weten dat hij hier vanavond in het midden is, want u hebt het beloofd. Als er 2 of 3 zijn in mijn naam, dan zal ik daar ook in het midden zijn. Heer, wilt u ons aanraken en wilt u geven dat we ook echt mogen ervaren dat we aan uw voeten zitten, zoals Maria, om van u te leren. Heer, we danken voor al die zegeningen die u ons geeft, dat we hier ook vanavond weer mogen zijn. Dat we gewoon in een vrij land mogen leven, waar we zo'n avond als deze mogen hebben, dat we dat in vrijheid kunnen doen. Heer, dank u wel ook dat we geen natuurrampen hebben, dat we gewoon naar deze avond toe kunnen, dat we geen geliefden hoeven te missen die door het natuurgeweld zijn omgekomen. Heer, zo zegent u ons. Heer, in de Spreuken staat het: het eerbied voor de Heere is een begin van de kennis en de dwaze veracht de wijsheid en vermaning. We bidden echt of u ons vanavond wil leiden met uw geest, dat we luisteren naar uw boodschap, eerbiedig zijn en gehoor geven aan wat u tot ons wil zeggen. Heer, geeft u ook Oscar wat hij nodig heeft om uw woord duidelijk uit te leggen en dat we in mogen zien hoe u de liefde tussen man en vrouw bedoelt. Heer, ik bid u ook voor degene die hier misschien met een heel naar gevoel zitten, omdat ze misschien in hun verkeringstijd of in een relatie eerder misschien wat te ver gegaan zijn en daar heel veel spijt van hebben en het misschien ook al wel heel vaak beleden hebben aan u en het maar slecht kunnen geloven dat u ook de zonde wil vergeven die daarmee te maken hebben. Heer, dat we ook de ruimte van het evangelie en uw liefde voor zondaren, dat u een vergevende God bent, dat we dat ook mogen horen vanavond. Dat er vergeving bij u mogelijk is en ook dat er weer een nieuw begin mogelijk is. Nu wil ik ook een stilte laten in het gebed, dat we dat we allemaal onze verwachting van deze avond kunnen uitspreken tot God. Of de dingen die je heel erg bezighouden. Ja, Heer, en dan bid ik ook echt, als we hier, er zitten zoveel jongeren, dat ze straks vruchtbare gezinnen mogen hebben. Vruchtbare, warme gezinnen waar liefde woont. En waar ook vrezen van de Heer is. En wil ik afsluiten met het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ook uit hetzelfde Onze Vader, het gebed des Heren, vers 7 en 8 zingen. Dat is echt een gebed tot God. Ja, we bidden eigenlijk zo door. Of God ons niet wil verlaten, ons wil verlossen en wil beschermen. Gelukkig weet hij precies wat we nodig hebben. Dus ik zou bijna zeggen, tot wie zullen we anders heen gaan?
Ja, ik heb een heel gedeelte uit de Spreuken opgezocht. En daar zegt een vader wat over zijn zoon. En een stuk verder, daar wordt wat gezegd over een vrouw. Nou, ik zou bijna zeggen, ben je nog vrijgezel? Zoek in ieder geval zo'n kerel waar ik het nu over ga hebben. En zoek een vrouw waar ik het zo meteen over ga hebben. Moet je goed luisteren. Dan zegt een vader over zijn zoon. Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden. Ja, het mijne. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen als je lippen spreken wat billijk is. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des Heren. Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, mijn zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heren. Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden. En een roes doet verscheurde kleren dragen. Luister naar je vader die jou heeft verwekt. En veracht je moeder niet wanneer zij oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Wijsheid, vermaning en inzicht. De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen. Wie een zoon verwekt heeft, die zich over hem, zal zich over hem verblijden. Laten je vader en je moeder zich verblijden. En laten zij die jou gebaard heeft zich verheugen. Nou, zoek zo'n kerel. En dan, voor de kerels, zoek zo'n vrouw. Ja, dit gaat dan over een vrouw, maar vaak kun je dat nu alvast wel een beetje zien. Dat staat in Spreuken 31. Ik denk dat de meeste van jullie wel kennen. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid. Dat is gewoon goedheid en vriendelijk. Dat ligt op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huisgezin in het oog. En brood van luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar en zegt: veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid is vergankelijk. Nou, voor degene die mijn vrouw kennen, ik hecht hier ook geen waarde aan. Schoonheid en vergankelijkheid. Weet je, leuk bekkie en mooi figuur, dat vergaat dus allemaal. Dus deze wijze Salomo zegt gewoon: je moet kijken naar wat er binnenin leeft. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken, haar prijzen in de poorten. Nou, we gaan elkaar begroeten. Altijd doen we dat. Leuk, hè? En dan zeggen we gewoon tegen elkaar: ik wens jou ook zo'n levensgezel. Nou, en voor de vrouwen, dan bedoel ik natuurlijk de man. En voor de man bedoel ik natuurlijk de vrouw. Dus je stelt gewoon jezelf voor. Dan zeg je gewoon: ik wens jou ook zo'n levensgezel. En je geeft elkaar een huk omdat het dierendag is. En daarna gaan we zingen. Thank you.
Ja. Goedenavond. Hallo. Fijn om hier te zijn. Super dat jullie gekomen zijn deze avond. En ik vind het echt een voorrecht om tot jullie te mogen spreken. Ook vanuit Gods woord met jullie te mogen delen. En het gaat vanavond over seksualiteit. Dat is een gevoelig onderwerp. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien ook wel er wat tegenop ziet om daarover te horen. Ik heb een boekje geschreven, heel specifiek over waarom geen seks voor het huwelijk. Dat is voortgekomen uit de vele gesprekken die mijn vrouw en ik hebben gevoerd met jonge mensen. Met mensen die gingen trouwen, maar ook met tieners en twintigers die gewoon met ons wilden praten. En wij kwamen erachter dat heel veel christelijke jongeren wel weten dat dat gezegd wordt. He, dat men in de kerk zegt, nou ja, seks hoort alleen binnen het huwelijk. He, dat die leefregel wel genoemd wordt. Maar dat heel veel christelijke jongeren niet begrijpen hoe dat dan in de Bijbel naar voren komt. En daarom er ook niet van overtuigd zijn. En eigenlijk sterker nog, dat vaak het zo is dat mensen de schoonheid er niet van inzien. Daarom is de subtitel van mijn boekje ook hoe mooi het is om te wachten. En ik hoop ook dat vanavond dat voor jou duidelijker wordt. Dat je gaat zien hoe aantrekkelijk het is. Dat je gaat zien hoe mooi het is. Dat het iets schitterends is. Om te kiezen voor reinheid. Om te kiezen voor tegen de stroom ingaan wat deze cultuur betreft. Ik heb ook overwogen om mijn boekje te noemen Het is beter voor je. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar lange tijd dacht ik, dat wordt de titel. Het is beter voor je, maar het is exclusieve liefde geworden. Het idee van dat je een exclusieve relatie hebt met elkaar in het huwelijk. Maar dat idee van het is beter voor je, dat staat wel heel centraal in mijn spreken hierover. Jezus zegt dat. Hij heeft het over seksualiteit in de bergreden. En dan zegt hij tegen de mannen, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan pleeg je al overspel in je hart. En dan zegt hij, als je oogje tot zonde verleidt, ruk je oog uit. Als je hand je tot zonde verleidt, hak je hand af. En dan zegt hij, het is beter voor je. Dat zegt hij meerdere keren, het is beter voor je als je dat doet. En ik hoop dat je dat vanavond gaat zien. Het beste voor jou is jezelf bewaren. Dat geeft de beste basis voor je toekomstige huwelijk. Daarmee doe je je toekomstige levenspartner het beste. Dat is het meest integer, het meest rein wat er is. En dat je er een verlangen naar krijgt om zo te leven. Nou, ik weet dat het vaak anders gaat. Dat het vaak anders gelopen is. Dat bij sommigen van jullie, misschien wel bij velen van jullie, het ook al anders gelopen is. Dat je wel al seks voor het huwelijk gehad hebt. En dan sta ik hier niet om je te veroordelen. De Heer Jezus is niet gekomen om ons te veroordelen, maar om ons te redden. En hij geeft ook zijn leefregels, hij geeft zijn woord. Hij heeft ook, Gods woord leert ons ook hoe wij met het leven om kunnen gaan. En dat geeft hij om ons te redden. Weet je trouwens wat de betekenis van het woord deugd is? Deugd betekent dat wat jou doet functioneren. Dat is de diepste betekenis van het woord deugd. Een deugd is dus een goede eigenschap, een goede karaktereigenschap. Zoals eerlijkheid is een deugd. En als je eerlijk bent, dan zul je merken dat het veel beter gaat in je leven. Als je een betrouwbaar iemand bent en eerlijk bent, dan gaat het beter met jou. Dan zullen andere mensen jou ervaren als betrouwbaar en eerlijk. En dan vind je je draai. Nou, zo is ook seksuele reinheid is een deugd. Niet om je te beknotten. Niet om je te beperken, niet om je het leven zuur te maken, niet om je leven saai te maken, helemaal niet. Maar seksuele reinheid is een deugd die ervoor zorgt dat je je draai gaat vinden. Dat je gaat functioneren, dat je gelukkig zult worden. Je hebt Gods leefregels nodig om gelukkig te zijn. En ik hoop dat je op die manier ook mijn boodschap van vanavond zult horen. Ik zat even te kijken nog naar een artikel dat ik vorig jaar geschreven heb ook. Ook over ditzelfde onderwerp naar aanleiding van mijn boek. En toen heb ik ook op een gegeven moment opgezond. Weet je, even over de tijd waarin wij leven. Als we even nadenken, niet alleen vanavond over ons persoonlijke leven en over onze persoonlijke relatie met God en over ons eigen zelf. Maar als we even nadenken over de cultuur waarin wij leven. Wat is er aan de hand in Nederland? Wat is er aan de hand in de westerse wereld? Gaat alles goed? Of gaat er wat mis? Nee, hè?
Oké. Maar wat is er aan de hand? Nou, er is een dramatische toename van echtscheiding. Inmiddels gaan we naar 50%. In de 19e eeuw was het in Nederland 2 of 3% van de huwelijken die uit elkaar vielen. We zijn nu begin 21e eeuw, 50% gaan we naartoe. Heeft alles te maken met de zogenaamde seksuele vrijheid. Overspel dat een man ontrouw is, vrouw ontrouw is in het huwelijk, komt ongelooflijk veel voor. Er wordt zelfs reclame voor gemaakt op de radio. Ik zit veel om 11 uur 's avonds in de auto. En voordat het Oog op Morgen begint op Radio 1, krijg je voor en na het nieuws krijg je reclame van Second Love. En overspel wordt gefaciliteerd in onze samenleving. En ik erger me er echt verschrikkelijk aan. Als je begrijpt wat overspel doet, het maakt huwelijken kapot. Het leidt tot echtscheiding. Het leidt tot eenzaamheid. Het leidt tot kinderen die zonder vader of moeder verder moeten leven. Het ontwricht de samenleving en er wordt gewoon reclame voor gemaakt op de radio. Mensen die hun geld verdienen met het faciliteren van overspel. Het lijkt me de meest verschrikkelijke situatie om je in te bevinden in dit leven. Als je daar je geld mee verdient. Maar dat is de werkelijkheid van onze samenleving. Ik noemde al kinderen die zonder hun eigen vader of moeder opgroeien. Vanwege de vele echtscheidingen. Maar ook als je denkt aan abortus. De vele abortussen in ons land. En ook de demografische ontwikkelingen. Dat er eigenlijk te weinig kinderen geboren worden. Dat heeft ook te maken met het onderwerp van vanavond. Van de autochtone Nederlandse bevolking. Jullie zijn bijna allemaal autochtoon Nederlander, denk ik. Alhoewel misschien we ook een beetje af moeten van dat denken van autochtoon en allochtoon. Maar er worden gewoon te weinig kinderen geboren in ons land. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw een kind krijgt is tegen de 30. En er worden 1,7 kinderen geboren op 2 volwassenen. Dat betekent dat er steeds minder zullen zijn. Dat heeft ook te maken met het onderwerp van vanavond. Maar denk ook aan, als er wel onder de mensen, als in ons land, als heel veel mensen een hoogstaande seksuele moraal zouden hebben. Als mensen, wat ik zo meteen ga uitleggen, waarom het aantrekkelijk is om te kiezen voor seksuele reinheid. Als we die hele erfenis van die seksuele revolutie van de jaren 60, als we daarvan met elkaar als volk zouden zeggen, dat is verschrikkelijk geweest, dat is verderfelijk geweest, dat heeft tot de meest verschrikkelijke dingen geleid. En we zouden terugkeren naar Gods leefregels op het gebied van seksualiteit, dan zouden ook de volgende problemen er niet zijn. Seksverslaving, aanranding, verkrachting, prostitutie, moderne slavernij en grootschalige ontering van vrouwen in wat we noemen de seksindustrie, pornografie en pornoverslaving, seksueel misbruik van kinderen, pedofilie en alle moorden die gepleegd worden nadat mensen een seksuele misdaad hebben begaan. Met andere woorden, we leven in een door seks verziekte samenleving. Nou zeg ik het even heel hard. Maar ik denk dat het wel waar is. Er zijn heel veel moderne mensen, modernistische mensen die zeggen, ja, dat is onze verkregen, onze verworven vrijheid. Dat is de vrijheid die wij nu hebben. Gelukkig hebben we die vrijheid. Maar het is een illusie. Het is geen vrijheid. Het is een drama. Het is echt een drama voor de samenleving. En dat is, weet je, dat is wat Gods woord doet. Dat is wat profeten doen. Profeten leggen de wond bloot. Ik leg een beetje de wond bloot vanavond. De wond in onze samenleving. Dat dit de dingen zijn waar we mee te maken hebben. Maar ik ga het hebben over hoe mooi het is. Weet je, seksualiteit is iets schitterends. Je mag de Heer danken dat je gemaakt bent met seksuele verlangens. Je mag als jongen, als man, mag je de Heer danken dat je een bepaalde seksuele drift hebt. En dat woord is misschien een beetje gewaagd, maar ik durf het wel zo te noemen. Dat je sterk seksueel verlangen hebt. Dat je seksuele gevoelens hebt. Dat is helemaal niet verkeerd. Je mag als meisje de Heer danken dat je verliefd kan worden op een jongen. Dat je verlangt naar intimiteit. Dat je verlangt naar gezelschap. Dat je verlangt naar lichamelijk contact. En dat is iets moois. Maar er staat ook in de Bijbel, wek het niet op voordat het haar behaagt. Met andere woorden,
Je moet er ook heel voorzichtig mee omgaan. Het is heel krachtig. Liefde en verliefdheid en seksuele gevoelens, die zijn ontzettend krachtig. En je moet dat niet gaan opwekken voordat het de tijd daarvoor is. Net als dat je vuur niet moet gaan opwekken als dat niet gepast is. Wij hebben vuur thuis in onze houtkachel. Dat is binnen de grenzen van die houtkachel. Dan geeft dat vuur geeft warmte, geeft sfeer, geeft gezelligheid, geeft licht. Dat is onwijs gaaf om warmte in de houtkachel te hebben met aan driekante ramen, zodat we het vuur goed kunnen zien. Maar stel je voor dat dat vuur buiten onze houtkachel zou komen. Ik laat de deur openstaan en het komt er buiten en het steekt de mand met hout in brand die ernaast staat en het steekt de bank in brand. Dan kan ons hele huis in de as gelegd worden door hetzelfde vuur. Dus je moet vuur alleen aansteken als dat een goede plek ervoor is. En zo is het ook met seksualiteit. Je kunt het opwekken, je kunt het verwekken. Maar je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Want als het buiten de grenzen komt, dan maakt het dingen kapot. En ik denk dat we dat ook moeten zeggen. Het is iets moois en het kan ook echt een bron van zegen voor je worden. Als je in een huwelijk terechtkomt waar je echt intimiteit beleeft met elkaar, waar je echt één wordt en een sterk gevoel van verbondenheid met elkaar krijgt, waarin je echt van elkaar houdt en dan ook seksuele omgang met elkaar hebt, dan is het geweldige zegen. Dan ben je zo blij ermee. Maar we weten dat het voor heel veel mensen ook ontzettend veel verdriet geeft. Dat het, als het niet goed gedaan wordt, als het niet goed gebruikt wordt, als het buiten de grenzen is, dan weten we dat seksualiteit ook echt een probleem is. Dat mensen zich daardoor eenzaam kunnen voelen. Dat mensen gebruikt worden. Dat mensen zich onrein gaan voelen. Zich vies gaan voelen daardoor. Dat mensen kapot gaan daaraan. Mensen gaan soms ook echt kapot aan hun gebrek aan zelfbeheersing op seksueel gebied. Dus dat is waar we mee te maken hebben. Die grenzen hebben we terug, zodat het een zegen voor je zal zijn en niet een vloek voor je wordt. Nou, ik denk dat als we vanavond hier met elkaar over nadenken, dat we ook zullen komen, als je het met mij eens zult zijn, dat we dan samen zullen komen tot wat ik zou willen noemen een herwaardering van de seksualiteit. Want eigenlijk is seksualiteit gedevalueerd in onze samenleving. Het is in waarde verminderd. Terwijl iedereen zegt, nou, het is, weet je wel, je moet het gewoon kunnen doen, maar daarmee vermindert het in waarde. Als je zomaar, of als je na een paar weken, of zelfs na een avondje stappen met iemand seksualiteit gaat beleven, seks gaat hebben, dan heb je het verlaagd tot een zelfgericht iets. Dan heb je het verlaagd tot een consumptiemiddel. Tot iets wat je even neemt. En zo is het helemaal niet bedoeld. Er is een ongelofelijke devaluatie. Bijvoorbeeld, laat ik je een voorbeeld geven. Ik lag bij de tandarts in de stoel, weet je wel. En toen was net mijn boekje uitgekomen vorig jaar. Net de dag dat het voor het eerst uitgekomen was. Dus hij vroeg, hoe ging het? Ja, dat gaat goed. Net een boekje uitgegeven. En hij vroeg, waar ging het over? Waar gaat het over? Ja, over seksualiteit. Eigenlijk over waarom geen seks voor het huwelijk. Nou, ik krijg een gesprek met je tandarts erover. Terwijl ik daar zo lig. En hij zegt op een gegeven moment, terwijl een alleraardigste man, en ik heb leuk contact met hem. Maar hij zegt op een gegeven moment, ja, kijk, ik vind, natuurlijk in het huwelijk hou je van elkaar. En het gaat natuurlijk om echte liefde. Maar ja, dat het ook wel eens is gebeurd dat je zomaar dit hebt met iemand, dat is toch ook zo? Of hij zei zelfs dat je hem soms bij iemand erin steekt. Dat kan toch gebeuren? Maar weet je, dat is nou precies die devaluatie. Dat is nou precies dat idee van, ja, nou ja, dat overkomt je misschien een keer of dat doe je een keer. Maar zo is het helemaal niet bedoeld. Weet je, God heeft het zo bedoeld dat je je leven met elkaar deelt en je lichaam met elkaar deelt. Die twee horen bij elkaar. Dat is ook het hele idee van één worden. Eén worden wat betreft dat je levens één worden, levenseenheid en lichamelijke eenheid. Levenseenheid betekent dat je er voor elkaar bent. Dat je je leven met elkaar deelt. Dat je trouw bent aan elkaar. Dat je
Die eenheid waar het huwelijk, hoe het huwelijk bedoeld is, die eenheid binnen dat huwelijk, dat is, je deelt je gedachten met elkaar, je deelt je gevoelens met elkaar, je praat met elkaar, je deelt je hart met de ander, je laat zien wat er in je omgaat, je deelt je mening met de ander, je kunt ook je gevoelens laten zien, je deelt je pijn en je boosheid en je verdriet en je angst, maar ook je blijdschap. En je deelt je dromen met elkaar en je ambities en wat je van het leven wil maken samen. En je bouwt aan je toekomst met elkaar. Je deelt lief en leed met elkaar. Je maakt prachtige dingen met elkaar mee. En successen en overwinningen. Maar je maakt ook moeilijke dingen met elkaar mee. Er gebeuren ook rot dingen. Er is ook lijden. Maar je deelt lief en leed. En je deelt je familie met elkaar. De familie van je vrouw, van je man is ook jouw familie geworden. En je hebt samen vrienden. Misschien krijg je samen kinderen. En je hebt samen een huishouden. En je woont in hetzelfde huis. En je eet dezelfde maaltijden. En je komt elke keer weer bij elkaar. En dat is een levenseenheid. Dat je echt maatjes bent. Dat je elkaars beste vrienden bent. Dat je elkaar echte liefde geeft. Echt van elkaar houdt. Omdat je er voor elkaar bent. Ook als de ander tegenvalt. Ook als de ander je teleurstelt. En als je elkaar soms moet vergeven. Maar je houdt elkaar vast en je vecht voor elkaar. En als er conflict is, dan ga je dat niet uit de weg, maar dat ga je aan en dat los je op. Je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. Dat is die levenseenheid. Dat is echt gewoon elkaar lief hebben met de liefde van de Heer. Zoals we hebben gezongen vanavond. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dat wil zeggen zelfopofferende liefde voor de ander. Dat je jezelf opoffert voor de ander. De man legt zijn leven neer voor zijn vrouw. Zoals Jezus de gemeente heeft lief gehad. Zo heb je je vrouw lief. En de vrouw heeft respect voor haar man. En is hem trouw. En dient hem en helpt hem. En legt ook haar leven voor hem neer. Je dient elkaar. Dat is levenseenheid. En dat is echte verbondenheid. En dan is de viering van die levenseenheid. Is dat je ook die seksuele relatie met elkaar hebt. En ik gebruikte het woord viering. Heb je dat gehoord? Dat is de viering van de levenseenheid. Je leven is versmolten met elkaar. Je bent echt één geworden. Omdat je in de praktijk van alle dag liefdevol met elkaar samenleeft. En dan vier je dat door ook met elkaar te vrijen. En dat is de uiting daarvan. Dat is een symbool van die levenseenheid. Symbool, uiting en viering. En die twee versterken elkaar. Dit is wat intimiteit is. Dit is wat intimiteit is. Echte intimiteit is niet dat je na een paar weken met je vriend of vriendin in bed ligt. Echte intimiteit heeft niet te maken met seksuele opwinding of een orgasme krijgen. Echte intimiteit heeft eigenlijk niet vooral met het lichamelijke te maken. Maar heeft met het emotionele te maken en met het gevoel van verbondenheid. Dat je echt met elkaar verbonden bent. En het mooie is dat als je dat in het huwelijk hebt, dat je zo één bent. Dat lief zijn voor elkaar en trouw zijn aan elkaar, dag in dag uit, is goed voor je seksuele relatie. Daardoor kan je met elkaar vrijen. En als je met elkaar gaat vrijen, dan geeft dat weer zoveel emoties en zoveel verliefdheid. En dat bindt zo samen, dat doet ook wat met je hart, met je ziel, met jezelf. Dat je weer zo dol op elkaar bent en dat je ontzettend blij met elkaar kan zijn, ook door met elkaar te vrijen, dat het weer goed is voor de dagelijkse omgang met elkaar. Nou, dat is wat Gods plan is. Dat is één worden volgens de Bijbel. Dat heeft alles te maken met een gevoel van verbondenheid. Dat betekent dus dat als je met je vriend of je vriendin in bed ligt en een paar weken later zie je elkaar niet meer, dat een verscheurdheid geeft die God niet wil. En je voelt dat ook, je weet dat ook. Als je te intiem wordt met iemand die niet jou eigen levenspartner is, als je te intiem wordt met een vriendinnetje of een vriendje, terwijl je eigenlijk je leven helemaal niet met elkaar deelt, dan voel je, tenminste in het begin voel je dat. En als dat niet meer zo is, dan ben je afgestompt wat dat betreft. Maar in het begin voel je dat dat niet hoort. Want de lichamelijke eenheid schreeuwt om de levenseenheid. De lichamelijke eenheid roept om die levenseenheid. En als je dat los van elkaar gaat trekken, dan gaat er veel kapot. Dan devalueer je de seksualiteit. En dat is niet Gods bedoeling. Hij wil ons gelukkig maken.
Het blijkt, er is een programma geweest van de EO, 40 dagen zonder seks, waarin heel losbandige jongeren werden uitgedaagd om 40 dagen geen seks te hebben. En ze werden echt geïnterviewd en doorgevraagd, nou, hoe ben je nou in zo'n leven van vrije seks terechtgekomen? En bijna allemaal zeiden ze, ik ben zo gaan leven nadat ik eerst teleurgesteld ben geraakt in een echte relatie. Dus een echte relatie waar de jongen, het meisje, de man, de vrouw, echte liefde verwachtte. Echt hoopte dat de ander bij hem of bij haar zou blijven, dat het echt zou zijn. Maar dat ging kapot en de ander verliet hem of haar. Het ging gewoon weer uit elkaar en dan ben je erg teleurgesteld en is je hart echt verwond. Het doet heel veel pijn. Je hebt je lichamelijk gegeven en de ander gaat van je weg. Je hebt jezelf helemaal gegeven. Je hebt je blootgegeven, letterlijk en figuurlijk. En de ander heeft je genomen en dan gaat daarna weer weg. Het doet ontzettend veel pijn. En vanuit die teleurstelling, muren om je hart, om dat maar niet meer te voelen. En dan zo'n losbandig leven. Dat is wat deze jongeren eerlijk zeiden. En ik denk inderdaad dat het zo werkt. Maar dat laat wel zien dat ieder mens ten diepste verlangt naar echte liefde. Naar echte kameraadschap. Naar trouw door dik en dun. Naar blijvende liefde. Ieder mens verlangt ten diepste naar die exclusieve relatie. Daarom ben je een kerel als je tegen je meisje zegt, natuurlijk zal ik je niet aanraken voordat je mijn vrouw bent. Dan ben je echt een vent. Ik was laatst ergens anders. En ik weet niet, ik sprak helemaal niet over dit onderwerp. Maar we zaten na te praten. Er was een nabespreking met mij als spreker. Er zaten 30 mensen of zo. En er was een man die op een gegeven moment op dit onderwerp kwam. En toen zei hij iets en ik moest er even aan wennen. Maar ik heb er nog vaak over nagedacht. En je zult er ook even aan moeten wennen, want het is, zo denken we tegenwoordig helemaal niet meer. Maar dat een jongeman die verkering had met een meisje gevraagd werd, ga je met haar naar bed? En dat hij schrok van de vraag en dat hij zei, met haar naar bed? Nee, ik hou van haar. Daar zit veel in, hè? Daar zit heel veel in. Tuurlijk niet, ik heb zoveel respect voor haar. Ik ga toch niet zomaar met haar naar bed? Ik ga haar toch niet nemen voordat ze mijn vrouw is. Ik heb niet het recht om aan haar te komen. Er was een vrouw die bij een hulpverlener zat. Ze was 30 jaar oud. En ze had een man en kinderen. En ze had een goede baan. En haar man had een goede baan en ze hadden veel geld. En het leek allemaal goed te gaan. Maar ze had één probleem. En dat was dat ze niet kon genieten van seks. Ze kon gewoon niet genieten van de seksuele relatie met haar man. Toen vroeg de hulpverlener aan haar, ze zat met een vrouw te praten, die vroeg aan haar wat haar seksuele geschiedenis was. Toen vertelde ze dat vanaf dat ze 16 was, dat ze in totaal met 10 verschillende mannen seks had gehad. En één daarvan was nu haar man. Maar volgens haar was dit gedrag uit haar jeugd verleden tijd. Ze ging nu weer naar de kerk en ze had haar vroegere leven achter zich gelaten. Ze had haar leven verbeterd. En ze zag niet in hoe haar verleden nog invloed zou kunnen hebben op haar seksuele leven van nu. Ze zag niet in op hoe haar andere seksuele partners van vroeger haar seksuele relatie van nu beïnvloedden. Ze dacht, dat is toch voorbij, ik heb nu gewoon mijn man. Maar ze kon niet genieten van seks. En toen vroeg die vrouw die haar probeerde te helpen, de hulpverlener, die stelde haar deze vraag, luister naar deze vraag. Zou je je kunnen voorstellen hoe het gevoeld zou hebben om echt gekoesterd te worden door een man? Op zo'n manier dat je zo speciaal voor hem zou zijn, dat hij jouw onschuld en reinheid zou willen beschermen? Kun je voelen wat het zou betekenen om op zo'n manier door een man gewaardeerd te worden? En de vrouw bleef enige tijd voor zich uitstaren. En toen rolden de tranen over haar wangen. En haar tranen getuigden van het gevoel van verlies dat ze voelde. Nu ze begreep dat haar vroegere losbandigheid de oorzaak was van de afkeer van seks die ze nu ervaarde.
Want onbewust associeerde zij seks meer met seks hebben, gebruikt worden en weer gedumpt worden. Seks hebben, gebruikt worden en weer gedumpt worden. Dat had ze 9 keer meegemaakt. En onbewust had dat bij haar zoiets gegeven. Seks is gewoon, een man neemt mij en verlaat mij daarna weer. En ze kon zich niet voorstellen hoe het zou zijn om zo gekoesterd te worden door een man. Dat hij zo'n houding zou hebben als ik net verwoordde. Met haar naar bed, natuurlijk niet. Ze is een prachtvrouw. Dus als een jongen zegt tegen jou als meisje, als je van me houdt, ga dan met me naar bed. Dat is leugenachtig. Dat is echt leugenachtig. Hij zou moeten zeggen, ik hou zoveel van je, dat ik je onschuld en je reinheid wil beschermen. En weet je, dit zijn dingen die we echt helemaal verloren zijn. Maar het is zo goed om er met elkaar over na te denken. Er zijn allerlei redenen. Ik heb 8 redenen op een rijtje gezet in mijn boekje. En ik wil je ook echt uitnodigen. Ik hoop dat ik je interesse wek vanavond om mijn boek te lezen. Dat hoop ik echt. Dat je de tijd wil nemen om je hierin te verdiepen. Ik beloof je dat het je goed zal doen. Dat het je zal helpen om te zien hoe seksualiteit bedoeld is. Zo mooi. Zo schitterend. Maar laat me proberen om nog enkele dingen te zeggen. Enkele voorbeelden te geven. Ik geloof dat ik nog wel een paar minuten heb. Maar gewoon wat dingen die ook uit mijn ervaring met jongeren. Bijvoorbeeld een gesprekje met mijn eigen kinderen. Ik kwam een keer thuis, dat is nu wel 8 jaar geleden of zo. Mijn kinderen waren denk ik, mijn jongens waren toen misschien 13, 15, 17 of zo. Ik heb 3 jongens en 1 meisje. De dochter is onze jongste. En het was een mooie zomerse dag. En ik kwam terug van iets en we hadden een grote trampoline in de achtertuin. En daar lagen 2 van mijn 3 zonen waren daar. En die hadden een paar vrienden met een groep van 5 jongens op die trampoline. En ze hadden een gesprek over seksualiteit. En over verkering hebben en meisje hebben. En ik kwam daar even in de tuin zitten en toen betrokken ze mij erbij. En mijn zoon stelde mij de vraag, pap, vertel nou nog eens, waarom is het niet goed om geen seks te hebben voor het huwelijk? Die vraag stelde hij mij. En toen zei ik tegen ze, dat kwam gewoon in me op dat moment, ik zeg, weet je, als jij nu verkering hebt met een meisje, en mijn jongens hebben ook verkering gehad, we hebben diverse meisjes voorbij zien komen, waarvan er ook diverse weer niet hun vriendin zijn. Nu. Maar je bent 15, 16, 17 jaar oud. Je hebt verkering met een meisje. Ik heb tegen mijn jongens gezegd, als je verkering hebt met een meisje op die leeftijd, je hebt niet het recht om aan haar te komen, zolang ze jouw vrouw niet is. Want de kans is heel groot dat als je 18, 19, 20 bent, dat je niet meer verkering met haar hebt. Dat gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Dat betekent dat als jij nu aan haar komt, en daarmee bedoel ik dat je aan haar intieme lichaamsdelen komt, als je haar geslachtsdeel aanraakt, als je lichamelijk te intiem met haar wordt, dan kom je hoogstwaarschijnlijk aan de vrouw van een ander. Op dat moment is ze jouw vriendin, maar de kans dat ze jouw vrouw wordt is eigenlijk statistisch gezien niet zo groot. Er zijn er natuurlijk die op hun 16e verkering krijgen en uiteindelijk met elkaar trouwen. Maar de meerderheid die op 16e verkering heeft, doet dat niet. Dat gaat weer uit. 5 jaar later, want de meeste vrouwen, de meeste mannen trouwen wel. In Nederland trouwt uiteindelijk bijna iedereen. Er is heel veel losbandigheid, maar het huwelijk is niet uit de mode. Heel veel mensen trouwen vroeg of laat alsnog. Dus het meisje waar mijn zoon verkering mee heeft, zal 5 of 6 of misschien 10 jaar later de vrouw van haar man worden. Als mijn zoon op zijn 16e komt aan dit meisje, komt hij dus aan de vrouw van een ander. Want zij zal de vrouw van haar man worden. Hij heeft niet het recht om aan haar te komen. Hij heeft niet het recht om aan haar te komen. Zij is niet zijn vrouw. En zo heeft God het bedoeld. Dat je het bewaart. God heeft een grens gesteld. God heeft duidelijk grens gesteld. En dat is het huwelijk. Als je dat verbond met elkaar gesloten hebt, dat dan die seksualiteit vrij
En ongedwongen en zonder dat je hoeft te presteren. En zonder dat je bang hoeft te zijn dat de ander je verlaat. Dat je er dan van kan genieten. Maar ga dat niet eerder doen. En het is liefdevol als je dat niet eerder doet. Dat is liefdevol. En het zou zo moeten zijn dat... dat als jij... Ik spreek even tot de jonge man in ons midden. Je hebt nu verkering met je meisje. Maar als het zo zou zijn dat over 5 jaar... je meisje waar je nu verkering mee hebt, getrouwd is met haar man, dat die man dan naar jou toe zou kunnen komen en jou zou kunnen bedanken voor de manier waarop jij in haar verkeringstijd met haar omgegaan bent, namelijk doordat je niet met haar naar bed bent geweest. Zo zou het moeten zijn. En dat is liefdevol. Want daarmee maak je dat ze nog als maagd kan trouwen. En bovendien is het ontzettend goed voor het vertrouwen in elkaar. Dat is een laatste reden die ik zou willen noemen. Wachten met seks totdat je getrouwd bent, bouwt vertrouwen in de ander. Mijn vrouw heeft van jongs af aan het principe waar ik het vanavond over heb, hoog in het vaandel gehad. Ik leerde mijn vrouw kennen toen zij inderdaad 16 was. En toen al was ze hiervan overtuigd. En ze heeft altijd dit gewild. En we hebben ook zo geleefd. We hebben geen seks gehad voordat we getrouwd zijn. En ik kan mijn vrouw volledig vertrouwen. Als je als jonge dame trouwt met een jongen die dit hoog in het vaandel heeft. We zijn vanavond uitgedaagd door Rutger. Jullie zijn uitgedaagd. Zoek zo'n man, zoek zo'n vrouw. Dat is hartstikke mooi wat je zei. Maar als je kiest voor een man die de Heer vreest en die besef van God heeft in zijn leven en daarom niet ontucht wil plegen, niet seks voor het huwelijk wil hebben. En hij zegt, ik leef voor God en ik hou van jou en ik wil niet zondigen. Ik wil niet zondigen, ik wil geen seks voor het huwelijk, want dat is Gods leefregel. Dan zul je veel vertrouwen in hem kunnen hebben. Dan heb je een betrouwbare man gevonden. Maar als je een jongen tegenkomt die gewoon maar met een meisje naar bed gaat. En bezig is geweest om meisjes te veroveren. En misschien al met 3 of 4 of zelfs met 10 anderen in bed heeft gelegen. Of het spoor bijster is geraakt wat dit betreft. En hij heeft zich daar niet van bekeerd. Hij is niet tot berouw gekomen daarover. Maar hij doet zoiets. Ah, weet je, ja, ik heb mijn wilde haren gehad. Maar die heb ik nu niet meer. Ik heb nu mijn wilde haren wel een beetje verloren. Maar er is geen echte verbrokenheid over zo'n soort leven. Dan zal het veel moeilijker zijn om hem te vertrouwen. Dus wachten met seks bouwt vertrouwen. En het blijkt ook uit onderzoek. Terwijl ik net heb gezegd dat in onze samenleving, in de westerse samenleving, zowel in Nederland als in Amerika en in veel westerse landen, dat het echtscheidingspercentage gaat naar de 50%. Wat een nogmaals een maatschappelijk drama van je welste is. Onvoorstelbaar, wat leidt dat tot veel tranen, tot veel verdriet, tot veel eenzaamheid, tot veel eenoudergezinnen. Eenpersoonshuishoudens. Allemaal vanwege die zogenaamde seksuele vrijheid. Maar terwijl het percentage gaat naar 50%, blijkt uit onderzoek dat mensen die het principe van vanavond, wat ik jullie probeer duidelijk te maken om te laten zien hoe aantrekkelijk het is, die dat hoog in het vaandel hebben, mensen die als maagd trouwen, je kunt zowel spreken van de vrouw als maagd als ook van de man als maagd, je kunt dus ook mannen als man ook als maagd trouwen, mensen die als maagd trouwen, is het echtscheidingspercentage maar 5%. En dat is wat God wil. Dat je elkaar echt kan vertrouwen. Zelfbeheersing is een kostbare eigenschap in deze snelle consumptiemaatschappij. Een hele kostbare eigenschap. En daarom wil God ons dit leren. Want het wordt mooi, het wordt goed. Het is een solide basis. Het is het beste voor je huwelijk en het beste voor je kinderen. Mijn vrouw en ik hebben echt wel conflict. Soms dan moeten we echt dingen uitvechten. Soms dan stellen we elkaar teleur. Soms dan zijn we wel eens boos. Soms moeten we echt elkaar weer vinden. Maar de basis van ons huwelijk is onvoorstelbaar sterk. En ik voel met haar die enorme intieme verbondenheid. Wij hebben een exclusieve relatie. En het is zo sterk.
Ook dat een man bij het meisje, bij zijn vrouw, haar seksuele, eigenlijk haar seksualiteit tot ontwaken brengt. Want bij een man komt dat vanzelf. Hè? Bij een man begint zijn seksuele kracht te komen als hij een man wordt. Een jongen die een tiener wordt, die een man begint te worden, die krijgt vanzelf seksuele drift, wat ik al noemde. Maar een meisje heeft dat niet van nature. Een meisje wordt wel verliefd, een meisje krijgt wel gevoelens. Maar bijvoorbeeld het beleven van een orgasme. Een jongen raakt gewend aan het beleven van een orgasme, want hij krijgt gewoon zijn zaadlozingen. Dat gebeurt door een nachtelijke lozing of door zichzelf te bevredigen. Maar dat is ook normaal dat je dus seksualiteit als jongen beleeft. Maar voor een meisje komt ook natuurlijk haar seksualiteit aan het ontwaken. Maar een meisje gaat niet vanzelf een orgasme meemaken. Dat moet gestimuleerd worden bij een meisje. En sommige feministen zeggen, ja, meisjes moeten dat bij zichzelf gaan stimuleren, want die moeten net zo worden als jongens. En dat is goed voor ze om hun eigen seksualiteit te ontdekken. Maar volgens mij leert Gods woord dat het juist zo ontzettend mooi is als haar eigen man dat bij haar tot ontwaken brengt. En daardoor gaat zij zich ongelooflijk binden aan haar man. Zij zullen één. Het werkt als lijm. Je raakt verbonden met elkaar. Maar dat is juist het mooie, dat is juist de kracht ervan. Dat als de man vanuit zijn natuurlijke verlangen naar seksuele gemeenschap, terwijl de vrouw daar vaak, in de tienerleeftijd moet een meisje daar vaak nog helemaal niet aan denken. Nou, helemaal prima. Een meisje moet er naartoe groeien. Maar dat is helemaal goed. Maar als hij dan er naartoe groeit en de man die brengt uiteindelijk dat bij haar tot ontwaken. En het is haar man die haar uiteindelijk leidt tot echte seksuele beleving en het beleven van een hoogtepunt. Dat is zo mooi. Dan ontstaat er een ongelooflijke intimiteit. En dat is hoe God het bedoeld heeft. Maar ook dan moet je het niet opwekken voordat het de tijd ervoor is. En als het opgewekt wordt daarbuiten, dan is dat gewoon, dan mist het zijn doel, zou je kunnen zeggen. En nou goed, ik heb er genoeg over gezegd. Weet je, en ik wil ook eindigen met de opmerking dat niemand van ons zonder seksuele zonde is. Ook degene onder ons die maagd zijn, als maagd getrouwd zijn. Niemand van ons is zonder seksuele zonde. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, die is er gewoon niet. Niemand kan de eerste steen werpen vanavond. En dat wil ik ook niet doen naar jullie toe. Helemaal niet. We hebben allemaal vergeving nodig. En als je dit verhaal van mij hoort vanavond en je raakt overtuigd of het doet dat met je, of je krijgt misschien verdriet over wat er mis is gegaan, dan wil ik ook tegen je zeggen dat Jezus gekomen is niet om je te veroordelen, maar om je te redden. En dat er voor jou ook volkomen vergeving is door het bloed van Jezus. Jezus is gekomen om de verantwoordelijkheid van al jouw zonden op zich te nemen. En hij kwam naar je toe en hij zegt, al die verantwoordelijkheid van jouw zonde, al jouw schuld, alles wat jij misdaan hebt, dat neem ik van jou af en dat neem ik op mijzelf. Hij gaat borgen staan voor jouw schuld. En hij betaalt die schuld ook nog af, zodat jij vrij bent van je schuld. Jezus is gekomen om je helemaal vrij en rein te maken. En dan roept hij je op vanavond om tot hem te komen door ook je zonde af te leggen en je zonde te belijden. En jezelf te zien als de zondaar die genade nodig heeft. Maar dan is er ook genade voor je. En dan mag je die reiniging ook ervaren. Dat je helemaal gereinigd wordt. Dat ook je hart en je bewustzijn en je geweten helemaal gereinigd worden. Door het offer van Jezus. En dat je dan ook de geest ontvangt om heilig te gaan leven. Vanuit een verlangen van binnenuit. Niet omdat het moet. Niet omdat je ouders dat willen of omdat de dominee het zegt. Of omdat ze het in de kerk zeggen. Maar verlangen van binnenuit om seksueel ook rein te leven. Omdat je Jezus hebt leren kennen. En dat is de ware vrijheid. En dat is het beste wat er met je kan gebeuren. Ook met het oog op je toekomst. En ook met het oog op je eventuele toekomstige huwelijk. Dat je met Christus wandelt in reinheid en heiligheid.
En dat je zijn zegen ook op dit gebied van je leven mag ervaren. Amen. Hier laat ik het bij. Wat gaan we doen? Ik geef het weer aan jou. Ja. Ja, misschien heb je wel heel veel vragen. En denk je van, nou, ik zou daar na de pauze best nog wel even over door willen praten. Dan kun je je vraag stellen. Af en toe komt dat langs, heb je misschien wel gezien. Stel je vraag.tk. Kun je hem digitaal stellen via je telefoon. Maar we hebben ook nog wel briefjes. En straks kun je dat mondeling doen. Dat we gewoon even je een microfoon geven als je dat zou willen. Dat je gewoon even een vraag hebt en die gewoon even wil stellen. Nou, dan kunnen we met elkaar over doorpraten. Er zijn natuurlijk heel veel dingen genoemd en ja, die zou bij een van deze dingen wat meer duidelijkheid willen hebben. Schroom niet om die vraag te stellen. Zit je echt met iets en denk van nou, dat ga ik zeker niet in de groep delen. Dat zou ik liever even met iemand onder vier ogen willen delen. Daar kan dat ook. Er zijn altijd mensen van het luisterend oor. Ze zijn herkenbaar aan een oranje keycord. Ja, dat kan gewoon soms helpen om even een last van je of een pak van je hart af te nemen. Om het even met iemand te delen in vertrouwen, natuurlijk. En maak daar ook gebruik van. Je hoeft niet met iets te blijven lopen. En je hoeft ook niet alleen maar op te lossen. We willen er ook wel voor je zijn in dat opzicht. We gaan met elkaar ons slotlied zingen voor de pauze. Nou, en het is eigenlijk al een beetje genoemd. Oscar die noemde het in zijn lezing. Iedereen is eigenlijk op zoek naar liefde, naar echte liefde. Nou, dat lied gaan we zingen. Everyone needs compassion. We zingen hem ook in het Engels. En tijdens dat lied is er een collecte. Nou, ik heb van die kaartjes op de stoelen laten leggen. Daar staat in dat je ook eventueel... Kijk, want jullie hebben natuurlijk geen geld bij je, want arme studenten. Maar op die rekening staat meestal wel iets. En dan kun je door die app te installeren... Dan kun je op je telefoon kun je dat zo even in die emmer houden. En dan piep, en dan liep die zo van je rekening af. Het is gewoon een heel mooi ding. We hebben er een heel mooi filmpje bij. Gaan we nu even niet doen. Maar neem die mee. Dan kun je dat even thuis kunnen installeren. En dan hoef ik de volgende keer dat niet weer helemaal uit te leggen. Dus neem gewoon even zo'n kaartje mee. Hoef je ook geen geld mee te nemen de volgende keer. Want ik zou je vertellen, we hebben eigenlijk nog een tekort van 6.000 euro dit jaar. Dat is echt waar. Deze avonden die kosten best wel een paar centen. En dat geldt ook voor die kijkers, hè, die altijd mee zitten te gluren. En die hier nooit komen om een collecte in die zak te stoppen. Jullie moeten eigenlijk even zo'n briefje lezen. En dan kunnen jullie... kun je ook inzoomen? Oh, ik heb hem meer niet. Dan kunnen jullie ook even een gift overmaken. Want we hebben dat gewoon echt hard nodig. Anders dan kunnen we niet verder. Het laatste lied. Everyone needs compassion. En daarna gaan we lekker pauze houden. En stel ook zeker je vraag. Forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation.
straks, als de muziek weer begint te spelen, dan mogen jullie dan weer terugkomen. Goeie pauze.